Ja, wat spreekt me niet aan in Tom? Ja, dat spreekt je wel. Ja, ik weet het, maar dat was al een antwoord. Ja, wat spreekt me niet aan in Tom? Er spreekt me heel veel aan in Tom. Ik vrees dat ik een beetje op hem lijk, omdat het een jongen is die niet beter kent dan steden waarin hij is opgegroeid. En om zijn geliefde terug te vinden, gaat hij naar buiten de stad, gaat hij naar het platteland, naar een boerderij. En dat gegeven, dat brengt mij al in verbinding met mijn eigen oma en opa langs beide kanten van mijn oma, van mijn vader en van mijn moeder. Mijn beide oma en opa langs beide kanten van mijn vaders kant en van mijn moeders kant waren allemaal boeren in peren of appelen en aan de andere kant in koeien en kippen. En ik voel me op een bepaalde manier heel ver van hen vandaan qua cultuur, waar we zijn opgegroeid, in wat voor tijden we zijn opgegroeid, maar ook met wat voor uitzichten, met wat voor vergezichten. Ik ken vooral heel veel beton, asfalt en huizen om me heen en als ik naar de natuur ga, dan word ik een beetje bang.